aan en daar moet je iets doen. Dus, ja, achter mijn gevoel even buiten zit even lekker. Maar goed, ik ga even een wasje voor de kijken en dingetjes doen. Dus, heerlijk even chill. Ik heb vandaag lekker vrij. Ik heb vanmorgen al vlog gemonteerd. En mijn product morgen pas weer. Goed mensen, ik heb lekker keihard gewerkt. Ik heb nog een video gemonteerd. Zo, opgenomen voor de video van de maand. Dag en lieve, een heel goede morgen en leuk te kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ben hier lang nog en ja, ik ben lekker wakker al. Ik heb werk te mee doen. Ik ben helemaal gewoon pakken en zo. Dus dingen die ik al gedaan vanmorgen word ik ontbijten. Dus ik heb ook een goed broodje en dan ben ik klaar denk ik. Niet te vinden. Ik moet het ook vinden dus. En ja, voor de rest is het vandaag een rustige dag houden. Niet te veel doen, want het is nou heel vies rot weer. Dus dat is lekker werken vandaag. En doen, even kijken. En doen, oh mijn accu is bijna leeg, dus. Maak er allemaal een hele toffe dag van en tot straks ergens. Goed, dit is eventjes wat later. Ik heb lekker gewerkt daar, maar volgens mij ben ik klaar. En ik heb een thema goed zetten in de map en dan ben ik klaar. Zometeen even een video maken om 7 uur 's avonds. Ik denk dat ik een deck ga proberen uit te maken. Ik moet dat gaan zoeken. Dus dat ga ik wel lekker doen. Naar mijn lunch. En doen. En dan ga ik het werken om te reageren. Of vanavond om 7 uur komt je online. Dat is dan geweest als je dat volgens ziet. Dus dat ga ik wel lekker doen. En ja, dat is dus. En nog een mededeling gewoon, maar gewoon een tag. Goed mensen, ik ga even op je eten en broodje lekker. Ik heb het lekker keer ondertussen. En lekker eten zo meteen. Dus ja, nog een meer monteren even. Dat moet ik dan even doen. Dus dat gaat een lekker goed zo vandaag. Actief bezig. Dus alles. Zet ik mensen normaal tot we naar het eten ergens. Zo, ik heb een lekker broodje op. En net voor ik begrijp een zakje te legen. Maar dan denk ik, ja, ik ben wel wat je moet legen. Dus ook altijd. Ik ben altijd. Ik wil ook iets gevoel, deze. Ja. Dus ik denk ja, ik bel wel als ik moet legen. Dus. Ligt dan nou weer. Oh ja. Tegen mij. Dus ik ga even kijken naar Rosja. Je gaat nu naar Ibiza. Maar eigenlijk een tijdje in mijn kont vandaag. In mijn kont. Waarom zeg ik het wel een tijdje te wisselen? Niet voor de mond. Dit is het lekker dicht. Dus, ja, de rest is net mas gaan kijken. Nee. Niet zo ziek van die voel, echt waar. Echt. Als ik rijden kan ik niet rijden, maar ik is kant dat ik aan moet rijden. Maar goed. Geen kans in het houden. Ik ken alleen een keer al, als je iets wil en het lukt niet, en dan zit je ermee. Dan even kijken hoe het zit met mijn werk. Lang nog ongeveer. Haha, hoe poot. Of ben ik klaar? En als je klaar is, is die ook klaar. Dus, ja. Dus voor de rest, zien we wel wat we nog gaan doen. Vandaag, eigenlijk. Ik heb plannen verder.
helemaal niks. Niks. Nou, nieuwsmatrixen heb ik nog niet. Nu kunnen we twee flexes invoerkrachten. Nee, één invoer, één flexer en één bijna hier in Noord-Dirk. Dus dan gaat het nooit worden om dan te allemaal moeite te doen. Dus, ja, achter mijn volgende beurtje zit even lekker. Maar goed, ik ga even een wasje voor de kijken en dingetjes doen. Dus, heerlijk even chill. We hebben een dag lekker vrij. Ik heb vanmorgen half toch gemonteerd. En mijn product morgen pas weer. Goed mensen, ik heb lekker keihard gewerkt. Ik heb nog een video opgenomen voor video van de maand. Voor ergens in, of denk ik het goed? November, hoop ik. Ja, november. En ik dacht begin van het jaar. Ach, dat wil niet zo goed vooruit, maar dus wel. Ja, ik loop echt goed vooruit met de video's. En ja, ik hoop dat je video's ook leuk vinden op de dag zelf. Voor mij, ja, zijn ze nu ook niet op bezig als je deze vlog ziet. En ja. Ik ben nu al bezig ook. Die monteer ik gewoon en neem ik op van de dag zelf. En dan neem ik, ga ik ook wel de dag zelf om 7 uur 's avonds. En dan ik ze in om 7 uur 's avonds vooruit. Zodat het gewoon lekker online blijft komen. En die loop ik niet vooruit. Dus dan loop ik gewoon de dag zelf. Weer spantelen, tuurlijk. En daar even pauze houden en lekker eventjes, even niks doen meer. Vanavond weer alleen maar op de server zetten. Mijn koek. Dingen van maken. Dus, dus ja, ik heb nu lekker een beetje rustig aan. Ik heb lekker keihard gewerkt. Maar goed, gewoon met de vlog maken. En de accu leeg van mijn camera. Laden. Maar goed, nu is het lekker bij, is lekker vol weer. Net lekker binnen. Dat is wel niet beredenen. En het fijn is, is dat er geen thuis meer komt. Voor mij. En het is zo fijn gevoel. En thuis voor. Ik ga mij opgeven voor SMA, social media awards, kan ik mij opgeven. Doe ik voor op account op 31 september. Nu zelf opgeven. Dus dat ga ik doen, dan. 1 september. Dus ja, dan heb ik koffie maken voor mezelf en dan. Goed mensen, ergens een lekker hapje eten en ik ga eten, dat zie ik ook net wel. Dat is geen idee. Ik ga eten. Ik ga zo meteen wel wat ik ga eten. Dus als je een gek als woorden steekt in een krat. Dit kan zien de krat, maar het gaat niet een krat, een rode krat. Die is gewoon leeg, joh. Daar zit geen één meer niks meer in van de monster. Dat het gewoon klaar is. Want we zijn gewoon echt klaar nu. Niet helemaal, maar wel volkerij. Dus volkerij is hier klaar, de monster. En nu is het thuis zometeen niet om het morgen verder. Met je schoonmaken. Als je dingetjes met je doen. Dus ja. De schoonmaken de mond. Morgen. Laat morgen. We zullen in deze tier gaan doen. Dat er geen kwaliteit meer in te doen. Dat schot wel in de mond.
eigenlijk. En, het scheelt echt een heleboel dat het niet meer hoeft eigenlijk. En dat het echt een heleboel dat het niet meer hoeft. En ja, ik vind het wel fijn zo. Niet om te wachten. En nu is het echt goed dicht. Zo, ik heb vandaag echt heel veel gedaan. Echt super veel. Ik word lekker gewerkt vandaag. Wat heb ik vandaag allemaal gedaan, joh? Heel veel gevier gemaakt. Morgen zometeen om 7 uur. Dat merk je helaas niet te veel van nog. En de volgende week al geweest. Dan komt de volgende week bij de school nog komen. Maar ik kan nu helaas niet in de beschrijving zitten. Want het lijkt wel eerder natuurlijk. Maar ja, ik ja, ik heb gewoon zelf iets van een tag online. Ik vind het gemaakt. En wat ik dus niet wist, is dat ik op de dag zelf ook kon, inplannen. En het moet wel een uur later zijn. Dat wist ik dus niet. Te gaan, hoe kunnen mensen dat doen? Op dezelfde dag inplannen. Nou zo dus. Dezelfde dag aanvinken, kun je daar gewoon een paar uur later aandrukken en indrukken. En zo kan je dus op de dag zelf ook inplannen. Dat wist ik dus nu ook niet. Dus. Ja, vandaar dat ik vandaag gewoon, oké. Dus ik heb het ook weer voor de volgende keer, ja, maar ook het idee om nu gewoon druk te maken, ook voor elke dag weer erbij te doen. Tot nu toe gaat het goed, dat is gelukkig om te doen. Zolang ik ook niet echt moe word ervan, blijf ik het gewoon doen. En dan gewoon elke dag doen, dagelijks gewoon, dat is flops. Extraatje ervoor. Niet alleen om de kijktijd toe, maar ik kom de tech-kijktijd, maar ook gewoon dat ik niks niet om te doen natuurlijk. En ja, op wat nu binnenkomt geen begeleiding, maar ik hoop het niet meer goed, ik vind het zelf wel. Ga ik de volgende maken voor mezelf. En dan ga ik YouTube voor de afkijken en kijken naar de video. Plan ik uit toch, dat vind ik. Onze tijdlijn, maar goed, maar niet uit. Dan gaan we dus even kijken op Twitch of zo, of wat dan ook. Een serie te kijken op tv. Netflix, Homeland of zo, afkijken. Ik denk nog afkijken van gisteren. Zat te kijken en denk ik, we kunnen net slapen. Ik vond, ja, ik ga lekker afsluiten de boel. Ik heb vandaag echt heel veel gedaan. Echt superveel. Ik word lekker gewerkt vandaag. Wat heb ik vandaag allemaal gedaan, joh? Heel veel gevier gemaakt, morgen zometeen om 7 uur. Dat merk je helaas niet te veel van nog. Als de volgende week al geweest, dan komt de volgende week bij de school nog komen. Maar ik kan nu helaas niet in de beschrijving zitten. Want het lijkt wel eerder natuurlijk. Maar ja, ik ja, ik heb gewoon zelf iets van een tag online en ik vind het gemaakt. En wat ik dus niet wist, is dat ik op de dag zelf ook kon. Inplannen. En moet wel een uur later zijn. Dat wist ik dus niet. Te gaan, hoe kunnen mensen dat doen? Op dezelfde dag inplannen. Nou zo dus. Dezelfde dag aanvinken, kun je daar gewoon een paar uur later aandrukken en indrukken. En zo kan je dus op de dag ook inplannen. Dat wist ik dus nu ook niet. Dus ja, vandaar dat ik vandaag gewoon, oké. Dus ik heb het ook weer voor de volgende keer, ja, maar ook het idee. Om nu gewoon druk te maken, ook voor elke dag weer erbij te doen. Tot nu toe gaat het goed, dat is gelukkig om te doen. Zolang ik ook niet echt moe word ervan, blijf ik het gewoon doen. En dan gewoon elke dag doen, dagelijks gewoon, dat is flops. Extraatje ervoor. Niet alleen om de kijktijd toe, maar ik kom de tech-kijktijd, maar ook gewoon dat ik niks niet om te doen natuurlijk. Ja, op wat nu binnenkomt geen begeleiding, maar ik hoop het niet meer goed, ik vind het zelf wel. Ga ik de volgende maken voor mezelf. En dan ga ik YouTube voor de afkijken en kijken naar de video. Plan ik uit toch, dat vind ik. Onze tijdlijn, maar goed, maar niet uit. Dan gaan we dus even kijken op Twitch of zo, of wat dan ook. Een serie te kijken op tv.
Netflix, Homeland of zo, afkijken. Ik moet nog afkijken van gisteren. Zat te kijken en denk ik, ik kan weer slapen. Ik van, nou, ik ga lekker afsluiten de boel. Goed, mensen, ik heb vandaag een heerlijke, rustige dag gehad. Veel gewerkt. Heel veel gewerkt, echt heel veel gewerkt. Heel fijn weer. Goeie dag geweest. En morgen in de wakker toe, wat je gelijk doen morgen. Ik heb alles al gedaan, ook vanmorgen een beetje voorbereid. Dus, ja. Ik hoop de volgende week vond. Ja, dan denk ik het even morgen op relatief onder te abonneren als je nieuw bent. Zie ik je morgen om 7 uur een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vergeet ik niet een balletje aan te drukken. Voor nieuwe notificaties op mijn video's en vlogs. Ik weet niet hoe je het vindt om een nieuwe 19 uur een nieuwe video te zien op mijn kanaal. Of extra content te weten in de comments als je blog zijn. Dan zeg ik dit maar tot de volgende.